Mevrouw van Tongeren, we hebben gisteren de publicatie gezien van het programma van GroenLinks. Kunt u ons vertellen wat erin staat over elektrisch rijden? In het programma in zijn algemeenheid staat dat wij van fossiele brandstoffen af moeten en in allerlei verschillende stappen zo snel mogelijk naar schoon. Eén daarvan is ander vervoer, meer en betaalbaar openbaar vervoer. En ik ben al heel lang een pleitbezorger van een snelle overstap naar elektrisch vervoer. Zowel voor een betere luchtkwaliteit als een mogelijkheid om energie op te slaan in de accu's van elektrische auto's 's nachts. Als minder geluid produceren, wat elektrische auto's ook doen. Ja, smart charging komt dus ook gewoon wat dat betreft in beeld. Wat zijn de concrete zaken die u voorstelt als u zeg maar gaat regeren na de verkiezingen met betrekking tot elektrisch vervoer? Ja, als ik ga regeren na de verkiezingen, zover zijn we helemaal niet. We zijn nu bezig met een campagne om heel veel mensen enthousiast te krijgen voor GroenLinks. Een van de mogelijkheden die ik steeds geschetst heb is een Green Car Valley in het zuiden van Nederland. Zodat we daar weer een maakindustrie, vooral ook rond ICT-oplossingen en schoon vervoer krijgen. En daarmee willen we naar de kiezer om te zeggen, er zijn in Nederland allerlei goede economische kansen om werkgelegenheid te creëren in een duurzame economie. En dat helpt ook in Nederland onze eigen luchtkwaliteit vooruit. Er komt minder lawaai. En wij maken weer exportproducten. Dus... Ja. Mijn vraag, er is nu een advies aan de FED en er is ook een reactie van de staatssecretaris wat er eigenlijk aan concrete maatregelen voorgesteld wordt om voor consumenten meer een elektrische auto te krijgen. En de staatssecretaris heeft daar zeer negatief op gereageerd. Hoe kijkt u daar tegenaan en wat kunnen we verwachten van de Tweede Kamer de komende tijd? Ja, ik vind het dom van staatssecretaris Wiebes dat hij de mogelijkheden niet ziet in het elektrisch vervoer. En dat hij zich eigenlijk zijn oren heeft laten hangen naar de ouderwetse fossiele autolobby. Want de zwaarste, vervuilendste fossiele auto's worden nu goedkoper. Mm-hmm. Het is niet dat we geld overhouden en daar echt nuttige dingen mee doen voor de energietransitie. En hij remt de ontwikkeling van schoner vervoer. En hij wil dus ook niks doen voor particulieren die de aanschaf van een elektrische auto overwegen. Ik vind dat hij dat wel moet doen. Mm-hmm. Ik vind ook dat wij, dat de minister Kamp voor zorgen, dat we razendsnel de laadinfrastructuur in Nederland uit moeten breiden, zodat mensen geen angst meer hebben. Vind ik straks wel een plekje? Kan ik wel aan de stekker? Overbrug ik die afstand wel naar de volgende plek? En dat dat ook gewoon wordt in alle nieuwbouw, bij alle kantoren, bij alle winkelcentra. Een aantal hotelketens doen het goed, die zien de markt in. Maar je kan niet afhankelijk zijn van één particuliere partijen. Ja. Oké, ik heb, we hebben dus eigenlijk Henk Kamp en we hebben, zegt meneer Wiebes, de staatssecretaris binnen de VVD. Is daar binnen de VVD meningsverschil? Of, nou, dat moet ik, nee, laat ik me niet vragen, dat is gewoon onzin. Ja, dat we mag hebben, best. Nou ja, maar als GroenLinks moet ik niet vragen binnen de VVD. We hebben de heer Kamp en we hebben de staatssecretaris. Die hebben tegengestelde meningen eigenlijk. Want Henk Kamp heeft advies gevraagd en daar ligt een advies geïntegreerd. En de staatssecretaris gaat er tegenin. Hoe wordt zoiets opgelost? Ik denk dat het VVD-smaldeel van het kabinet hetzelfde wil. Zij willen de komende verkiezingen winnen. VVD-stemmers willen in grote fossiele auto's hard kunnen rijden over veel asfalt. En daar zijn 3 VVD-ministers bij betrokken. En dat is of 2 ministers en de staatssecretaris. Schulz om meer asfalt neer te leggen. Kamp om die ontwikkeling met die elektrische auto nog een beetje tegen te houden. En Wiebes om te zorgen dat die fossiele auto's goedkoper worden. En die elektrische auto's weggezet worden als een hobby